Mensen in Haiti vieren kerst zonder geld, zonder werk en omgeven door afval. Een bedrijf uit Haiti heeft daarvoor nu een oplossing gevonden. In de vorm van een armbandje. Overal waar je kijkt in Haiti ligt afval. En het troep opruimen gebeurt nauwelijks. Toch pikken deze mannen specifiek plastic flesjes op. Met een bijzonder doel. These are the bottles that we use to make the Choose Haiti bracelets. Each bottle provides 4 to 5, depending on the size that we're cutting. Dit bedrijf maakt armbandjes van het plastic afval. Vrolijk en kleurrijk, klaar voor verkoop in het Westen. De Haitianen beplakken ze met fleurig oud papier dat ook op straat wordt gevonden, zoals deze oude krant over de WK-finale. De straatarme kampbewoners kunnen zo wat geld verdienen om eten te kopen. 2 vliegen in 1 klap. En de kampen worden schoongemaakt en met het maken van die armbanden verdienen 1000 mensen nu een inkomen. De arbeiders krijgen iets meer dan 5 euro per dag voor hun werk, 2 keer het minimumloon hier in Haiti. Bijkomend voordeel, het land hoeft niet meer na te denken over al dat geïmporteerde plastic. Het afval van de westerse frisdrank komt nu gewoon weer onze kant op. The idea was to send the water bottles back to the United States and Europe. They send them to us, we should transform them and send them back to them. En nu ligt het gedecoreerde plastic hier, midden in New York. Amerikanen vallen voor de armbandjes. What's $4? I mean, I live in New York. Expenses are crazy. I don't think twice before I spend $4 on myself. So why not on someone else? En dus zijn er in de VS al 250.000 bandjes verkocht. In Nederland zijn ze nog moeilijk te krijgen. De organisatie hoopt daar snel een oplossing voor te vinden. Erik Mout aan RTL Nieuws, New York.